André Vermeulen, we zijn hier op de persconferentie van de RTBF. Het Belgische nummer Rhythm Insight is zo net voorgesteld. Wat zijn uw eerste bevindingen? Ik wil het nog een beetje afwachten wat ik er echt van vind, want we hebben nu een videoclip gezien en dat is natuurlijk een videoclip met heel veel trucs erop en eraan. En straks moet het wel live op het Songfestival podium en zijn al die trucs er niet meer bij natuurlijk en wordt het op een andere manier voorgesteld. Ik vermoed, aangezien dat Loïc een danser is ook, dat er flink bewogen zal worden ook op het podium, dat het echt iets zal zijn, quelque chose qui bouge, zullen ze wel zeggen, denk ik. Dus ja, misschien maakt dat wel een goede indruk. Ik heb de indruk dat hij goed zingt. Men zegt me ook dat hij in The Voice goed zong. Ik heb dat zelf niet gezien. Het is afwachten nog voor de live versie, denk ik. Nu op basis van enkel het nummer, dus de studioversie, hoe schat u zijn kansen in gezien de rest van de deelnemers van dit jaar? De eerste halve finale is niet zo makkelijk en niet vanzelfsprekend voor ons, denk ik. Want er zitten heel veel landen in die toch een band hebben met Rusland, dat er zelf ook in zit. Servië bijvoorbeeld, Wit-Rusland en nog een aantal andere landen. Als die natuurlijk beginnen met elkaar veel punten te geven en ons vergeten, dan wordt het heel moeilijk. En ja, een deel van de liedjes zijn nog helemaal niet bekend. Dus het is eigenlijk moeilijk om te zeggen, we gaan door of niet op dit moment. Nu, op basis van het deelnemersveld tot hier toe, wat zijn volgens u de grootste kanshebbers die al bekend zijn? Wat ik zelf persoonlijk het mooiste vind tot nu toe is zeker en vast Slovenië. Een heel bluesy gezongen lied. Estland vind ik ook wel mooi. Bij de anderen, er is niets wat mij omver blaast tot nu toe. Dus op dat vlak, misschien is de concurrentie niet zo groot dit jaar en speelt dat ook in ons voordeel.